Staatssecretaris Van Rijn heeft besloten om een belangrijk medicijn tegen taaislijmziekte niet op te nemen in het basispakket. Jos Leijen zit hier aan tafel, vader van baby Lotte, die deze ziekte heeft. En u legt zich er niet bij neer. Hij heeft een noodkreet geplaatst op Facebook. En een petitie, kijk, daar zie je hem, een petitie met een oproep aan het ministerie is inmiddels al meer dan 78.000 keer ondertekend. Ja, je kijkt erbij alsof het niet klopt wat ik zeg. Jawel, ja, ja. Ja, hoor, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dat is best veel, hè? Ja, dat is heel veel. Ja. Ja. Misschien is het goed om meteen even te praten over jouw dochter. Hoe oud is ze? Ze is 6 maanden. Ze is 6 maanden. Ja. En ze is, je weet nu al dat ze ziek is? Ja, we weten dat ze CF heeft. Ja. Dat komt naar aanleiding van de hielprik. Ja. En daar is uit voortgekomen dat ze dus ziek is. Ja. En zeg even wat CF is. CF is taaislijmziekte. Ja. En hoe manifesteert zich dat nu bij dit kleine meisje al? Nou ja, u ziet het op de foto's. Het is, hier is zij opgenomen in het ziekenhuis geweest met benauwdheidsklachten. Als ze verkouden is, dan zit alles dicht. Longen zitten vol. Heeft moeite met ademhalen. Het manifesteert zich gewoon al in het dagelijks leven met eten. Daar heeft zij enzymen voor nodig, omdat de alvleesklier niet goed werkt. Het is in een hele hoop dingen is het, manifesteert taaislijmziekte zich in de organen. Ja. En je hoort het ook, want je hebt een filmpje gemaakt. Kun je misschien even kijken. Je hoort het gewoon bij haar dagelijkse ademhaling. Ja. Ja, dit is niet fijn, hè? Nee. Nee, nee, dit is heel... Dit heb jij gemaakt, dit filmpje, om ter illustratie van hoe het met haar is. Ja. Nu is er eigenlijk op dit moment niet iets waar zij wat aan heeft. Nee. Dus wat doen doktoren of zo'n ziekenhuis dan? Heel veel symptoombestrijding. Slijm weghalen en zo. Ja, slijm vernevelen van medicatie. Zorgen dat ze niet verkouden wordt. Dus puffjes. Ja. Alles maar ter voorkoming van. Maar het is allemaal symptoombestrijding. En het is niet, het pakt geen oorsprong aan. Wat is haar perspectief? Op dit moment ligt de gemiddelde leeftijd op 40 jaar. En los van het feit dat dat niet de leukste 40 jaar zijn dan? Nee, nee, het is een ziekte die steeds slechter wordt. Benauwdheid. Het is een ziekte die afloopt en het is, het is een vreselijke ziekte. Ja. Ja. Nu is er dus een medicijn. Maar kun jij uitleggen waarom dat medicijn... even los van het feit of dat in alle gevallen voor iedereen die taaislijmziekte heeft... dat is kennelijk niet zo, dat het niet in alle gevallen is. Maar waarom dat pas vanaf 12 jaar beschikbaar is? Waarom dat is, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat in Europa vanaf 12 jaar is... maar dat ze in Amerika ook begonnen zijn met 12 jaar... dat inmiddels daar de leeftijd op 6 jaar en ouder ligt... en dat zelfs studies bezig zijn om dat medicijn vanaf 2 jaar en ouder toe te dienen. Ja, en wij zitten hier in Nederland nog te discussiëren over überhaupt vergoeding. Dus elke dag dat dit langer duurt, is te lang. Ja. Fleur Agema zit naast je, Kamerlid voor de PVV, zorg in het pakket. Wat is de directe betrokkenheid bij dit onderwerp? Nou, heel veel jaren geleden, toen ik pas Kamerlid was... leerde ik Kobi van de stichting Mugo & Friends kennen. En Kobi heeft 2 kleinkinderen met de taaislijmziekte. En zij verkoopt knuffelaapjes om zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen... voor onderzoek. En wat mij zo aangrijpt eigenlijk in dit verhaal is dat tot een paar jaar geleden was er geen medicijn. En als je dan op een lotgenotenbijeenkomst was, dan was het eigenlijk gewoon heel erg verdrietig. Ondanks dat ze ook plezier probeerden te maken. Maar nu vandaag, sinds eind 2015, is Orkambi al in vergunning. Ja. Maar, en Orkambi is een medicijn? Ja. En dat, we gaan straks met 2 mensen praten die dat gebruiken en daar ontzettend beter van zijn geworden. Het is een duur medicijn. Ja. Ik geloof iets van 170.000 euro op jaarbasis. Maar dat mag toch niet per se een reden zijn om iets niet toe te laten? Nee, dat mag nooit of nimmer de reden zijn om een kind of een jongere maar dood te laten gaan. Ja. Want dat is de andere optie. Ja. En een weesgeneesmiddel, wat dit is, is altijd duur. Want een weesgeneesmiddel is maar voor een hele kleine groep mensen bedoeld. En ontwikkelkosten van een medicijn zijn altijd hoog. Dus als samenleving hebben we een zorgsysteem zo bedacht... dat als er hele hoge kosten zijn, dat we dat met z'n allen opvangen. Ja. En dat moet hier ook gebeuren. Maar toch even om het te begrijpen. Hè? Ik geloof dat het om 500 patiënten gaat in Nederland. Deze variant van Orkambi kan ongeveer 750 patiënten redden. Maar dan hebben we het over Nederland. Als we de schaal wat groter maken... gaat het natuurlijk om honderdduizenden mensen misschien in de hele wereld of zo. Dus in principe hoeft dat schaalprobleem toch helemaal niet de kwestie zijn?
Nee, en we weten ook al dat Duitsland al een deal heeft voor 133.000 euro. Ja. Maar wat je eerst moet doen, is dat, dat je moet zorgen dat we het vergoeden. Omdat de patiënten nu worden alleen maar, gaan alleen maar achteruit. Ja. En er zijn dus kinderen en jongeren die het einde van het jaar niet halen. En dan heb je een ministerie die zegt, dit vergoeden we niet, want we vinden het te duur. Het ministerie, dat is waanzinnig. Ja, het ministerie zegt, we vertrouwen dat bedrag niet. We denken dat het 80% te duur is. Dus we denken dat er een soort spel wordt gespeeld tussen de medicijnenman, de fabrikant die het maakt. En die vraagt daar gewoon te veel geld voor. Zou het gewoon een spel van wielen en dealen zijn? Nou, wat ik al zei, dit soort medicijnen zijn per definitie duur, omdat het voor een kleine groep mensen bedoeld is. En tegelijkertijd, als ik even deze fabrikant bekijk, die heeft hooguit ook ooit één keer een kwartaal winst gemaakt. Het is geen cowboy onder de farmaceuten. Mm-hmm. Het is ze hebben geen dollartekens in de ogen staan. Het is en tegelijkertijd zijn we nu beland in een discussie die je eigenlijk niet zou moeten voeren. De discussie van vergoeden of niet, die zouden we niet moeten voeren. Het gaat om de specialist en de patiënt die samen een middel bespreken. En dit is een levensreddend middel. En het is ontzettend verdrietig dat in een rijk land als Nederland dit soort rapporten worden gemaakt door het Zorginstituut. Ja. En laten we gaan naar twee mensen die hier nog dichterbij staan dan de politicus. Namelijk de ervaringsdeskundige Irene. Jij hebt taaislijmziekte. Klopt. Is dat iets wat je vanaf je geboorte ook al had? Net zoals het is erfelijk. Ja? Dus je bent ermee geboren. Dus je bent eigenlijk opgegroeid met benauwdheid, of niet? Ja. Ja. En hoe manifesteerde zich dat, want jij slikt nu die medicijnen. Hoe manifesteerde zich dat voordat je die medicijnen had? Hoe slecht was je er toen aan toe? Het ging eigenlijk vanaf 2010 met mijn gezondheid steeds wat slechter. Ik kreeg steeds meer ziekenhuisopnames voor intraveneuze antibioticumkuren. En op een gegeven moment was mijn longfunctie nog maar 31%. Wat betekent dat als je 31% longfunctie hebt? Wat kun je dan bijvoorbeeld niet meer? Nou, om hier de studio te bereiken moest ik een trap opklimmen. Twee trappen. En dat was me destijds niet meer gelukt. Ja. Nu met Orkambi weer wel. Ja, want je bent nu hoe lang aan die pillen? 15 maanden. 15 maanden. Ja. En hoe is je leven veranderd? Ja, enorm. Ik ben veranderd van een muisje dat alleen maar op de bank kon liggen. En weer een jonge vrouw die weer midden in het leven staat. Ja. Want wat doet het eigenlijk? Kun je dat een beetje uitleggen? Ja, op celniveau pakt het foutje aan wat bij CF zorgt voor taai slijm. En door Orkambi wordt mijn slijm letterlijk minder taai. Ja. Waardoor het een minder goede voedingsbodem is voor bacteriën en virussen die weer zorgen voor terugkerende longinfecties. En nu voel je ook, je hebt nu gewoon lekker lucht. Ja, precies. Ja. En vooral conditie. Ja. Hoe kan het nou dat jij die pillen, of betaal jij die 170.000 euro per jaar? Nee. Ik zit in een compassionate use program van de fabrikant van Orkambi. En dat is eigenlijk in het leven geroepen voor patiënten zoals ik, die niet meer konden wachten op de vergoeding van Orkambi. Ja. En je moet dan aan bepaalde regels voldoen om in dat programma opgenomen te worden. En daar voldeed ik gelukkig aan. En zodoende mocht ik beginnen. Maar eigenlijk plat gezegd, het ging zo slecht met je dat ze dachten, nou, er is eigenlijk geen andere kans meer. Het was dit of nadenken over wachten op nieuwe longen. Ja, nieuwe longen. Ja, op de wachtlijst komen voor longtransplantatie. Ja. Een stukje van jou af. En dat is niet voor niks, hè? Jullie mogen niet echt dicht bij elkaar komen, hè? Ja. Waarom is dat? Waarom, Bas Peter, jij zit een stukje van Irene. Ja. Waarom mogen jullie niet dichter bij elkaar komen? Dat is vanwege het segregatiebeleid. Ik heb bacteriën bij me die ik makkelijk door kan geven aan andere CF-patiënten. Ja, ja. Zodoende moeten we altijd een beetje afstand houden en uitkijken met handen geven en dat soort dingen. Ja, maar dat geldt alleen voor mensen die het hebben, hè? Dat geldt niet voor andere mensen. Want ik zag de buurman namelijk al een beetje zenuwachtig. Ja. Nee, geen paniek. Ja. We hebben jou opgeofferd. Nee. Hoe is het met jou? Jij bent, hoe oud ben jij? Als ik ben 22. 22. Ja. En hoe ging het voordat jij de pillen kreeg? Eind vorig jaar, een jaar geleden, half februari ongeveer, werd ik erg ziek. En toen heb ik een opname gehad van 8 weken in het ziekenhuis. Ja. En het ging echt steeds slechter en slechter tot een punt dat mijn longfunctie
nou, hoog in de 30, laag in de 40 zat. Ja. En dat is inderdaad moeite hebben met trappen opkomen of maar in een rolstoel over de afdeling geduwd worden. Toen ben ik ook in een Compassionate Youth programma gerold. En Okami sloeg ontzettend goed aan met mij. En dat is het verschil geweest tussen niet een trap op kunnen komen en gewoon goed het leven ingaan en het studentenleven ingaan en sporten en alles gaat super. Ja. Ja. Jij kunt nu gewoon alles wat de andere medestudenten ook zo'n beetje doen wat dat betreft. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb begrepen dat je ook een alternatieve Elfstedentocht hebt. Ja, dat klopt helemaal. Ongeveer een half jaar nadat ik Okami heb gekregen, ben ik hard gaan trainen voor de alternatieve Elfstedentocht. In Oostenrijk met Skate for Air. En met 160 andere enthousiastelingen gingen we daar 200 kilometer schaatsen voor onderzoek naar thuisslijmziekte. Ja. Ik heb zelf 100 kilometer geschaatst. Ja. Dat vond ik al een heel avontuur. Ja, dat is het ook. Maar het is een enorm verschil met vorig jaar. Ja. 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 Jullie zijn twee levende illustraties van hoe belangrijk het is dat je zo'n medicijn krijgt en hoe je leven. Hoeveel tijd zit er tussen de eerste pil en dat je denkt ik ga het voelen en het wordt beter? Hoeveel tijd zat er tussen bij jou? Na 2 uur merkte ik dat het wel al veel losmaakte. En er zat gewoon heel veel troep in mijn longen. En ja. Ik heb ongeveer een week lang bekertjes volgespuugd met slijm. Ja. En 2 weken later ging het een stuk beter en ben ik naar huis gestuurd uit het ziekenhuis. Dus dat ging heel erg rap bij mij. In een paar weken tijd is je leven totaal veranderd. Ja, nee, kijk, het bouwt natuurlijk langzaam op en ik moest mijn conditie weer opbouwen en ik moest ontzettend veel eten om aan te komen. Maar dat opbouwen van mijn conditie gaat zoveel makkelijker met Okami. Ja. Dat is echt bizar, ja. Voor jou ging het ook zo snel, Irene? Ik was de eerste 10 dagen heel erg moe. Ja. En daarna dacht ik, ik geloof dat ik er wel een beetje bovenop begin te komen. En even denken, ik denk dat ik na 2 maanden voor de eerste keer op controle ging in het ziekenhuis. En toen was mijn longfunctie al 41%. Ja. En die is gedurende het afgelopen jaar nog wat verder omhoog geklommen. Maar daarnaast heb ik geen zondevoeding meer nodig om op gewicht te blijven. Ik trainde bij de fysiotherapie met extra zuurstof. Dat is niet meer nodig, dat lukt zonder. Ik heb CF-gerelateerde diabetes, dat komt vaker voor bij CF-patiënten. Ja. Maar die is nog maar zo weinig aanwezig dat ik eigenlijk ook geen insuline meer nodig heb. Dat betekent toch ook, ik ben geen rekenwonder, dat je van allerlei andere diensten geen gebruik meer hoeft te maken. Dat maakt het natuurlijk toch ook weer goedkoper. Ja, en ze krijgen het deel van leven. Dat is natuurlijk de grootste rijkdom die er is. Ja. Maar wat kost het om 8 weken in een ziekenhuis te liggen? Precies. In zo'n vernevelingscabine? Precies. Ja. Wat kost dat? Ja, nu is er. Want nu moeten we even spijkers met koppen slaan. Hè? We moeten natuurlijk nog even een stap verder gaan. Ja. We hebben nu de inventarisatie gedaan. We weten dat er een medicijn is. We hebben van mensen gehoord dat ze er ongelooflijk veel baat bij hebben. Dat het hun leven heeft veranderd. Er zijn ontzettend veel mensen die die petitie van jou hebben ondertekend. Omdat ze dat vermoedelijk ook vanuit ervaringsdeskundigen. Omdat ze het hebben gehoord van anderen. En omdat ze er zelf aan toe zijn om die medicijnen ook te krijgen. Wat is nu de stap om ook daadwerkelijk tot zo'n medicijn te komen? Wat is de route? Ja, nou, de afgelopen weken is minister Schippers afwezig geweest om een kabinet te formeren. Daar is ze mee gestopt. Sinds vandaag is ze weer terug op het ministerie. Ik ben het lang niet altijd met haar eens, maar ik ken haar wel als een kordaat minister. Zij moet dit regelen. Daar zet ik al mijn hoop op in. Gebeurt dat niet, dan is er op 22 juni een algemeen overleg. Dat is een debat wat niet geannuleerd kan worden vanwege de formatie, omdat het door moet gaan, gaat over pakket. En dan zullen we daar weer het voorstel doen. En ik kan me niet voorstellen dat er vertegenwoordigers van andere fracties in de Kamer zijn die er tegen zullen zijn. Dat waren ze vorig jaar nog wel. Toen hebben we het ook al voorgesteld. Maar we kunnen zoveel mensen deel van leven teruggeven en moeten dat doen. Want deze jonge mensen, aan het einde van de rit is er niets meer. Ze hebben niet alleen geen deel van leven op het einde van de rit, ze gaan gewoon dood. Ja, Jos, die petitie van jou, kun je nog even. Heb je daar een titel van in je hoofd, zodat mensen weten waar ze naartoe moeten gaan? Petitie is 24.com. En dan Okami in het basispakket. Okay. Ik denk dat het nog makkelijker is in dit geval als mensen even naar onze site gaan, want daar hebben we hem ook al gezet. Kijk, dan kun je misschien makkelijker vinden. Fantastisch. Ik ben nu al kwijt wat je hebt gezegd. Petitie.com en 24 ergens en zo. Dat is niet goed. Laten we hopen dat het lukt. Ja, laten we dat hopen. Ja, dat is heel belangrijk. Voor jouw dochter,
voor jullie en voor al die andere mensen. 750, zei je? Ja, en de farmaceut toen nog onderzoek naar nog weer een variant die nog weer een grotere groep aanspreekt. Dus we moeten deze fabrikant wel ook aan het werk houden. Ja. Want ze kunnen meer mensen redden. Juist. En misschien kan hij ook nog iets van de prijs afdoen, maar dat moet hij met de ministerie. Ja, dat moet ook, maar we gaan eerst nu de mensen redden. Er is geen alternatief, hè, voor dit. Dus, als het ministerie blijft zeggen nee, we doen het niet, dan er is niks anders. Dus dit medicijn, ze kunnen de CF'ers niet laten stikken. Dat is niet letterlijk en figuurlijk niet laten stikken. Goed, dat lijken mij mooie laatste woorden. Wel laatste woorden dan weer zo terugklinkt, dus dat moeten we anders oplossen. Dit was hem voor nu in ieder geval. Dank jullie wel. Dank je. Tot morgen.